Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst stilstaan bij het vertrek van Marcel Roerdink, waardoor deze vacature is ontstaan. En Marcel, jij zit achter mij. En dan ga ik daar staan en kan ik jou toch zien. In jongstleden ben je dan ook geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten voor de provincie Gelderland. En dat was voor jou de reden om die functie niet te combineren met het lidmaatschap. Geboren en getogen in Winswijk was je al reeds vele jaren politiek actief. Na jaren in het bestuur van het CDA raakte je de laatste jaren betrokken bij de BBB. En zo kwam je namens de fractie van Voor Winterswijk op de lijst te staan van de gemeenteraadsverkiezingen. En je kwam als nummer 5 van die lijst op 29 maart 2022 in de gemeenteraad. Het is allemaal wat sneller gegaan dan gepland. Je bedreef politiek op je eigen manier, op jouw manier. Zo interrumpeerde je je eigen fractievoorzitter toen het ging over de Groenlosterweg. En dat is niet heel gebruikelijk, maar je deed het toch. En je nam ook nooit een blad voor de mond. Ook de accountant heeft in de financiële raadscommissie een aantal scherpe vragen van je gekregen. Je bent direct betrokken en je hebt een groot hart voor Winterswijk en de Winterswijkers. Nu maak je dan de overstap naar Provinciale Staten. In een interview in het Achterhoek Nieuws van afgelopen dinsdag geef je aan dat het statenlidmaatschap overeenkomt met jouw ambitie om de belangen van het mooie Winterswijk, de Achterhoek en van heel Gelderland te behartigen. En dat vind ik een prachtige ambitie. Goede regionale voorzieningen voor het platteland, mobiliteit, huisvesting, vervoer, wonen en cultuur, onderwijs en werkgelegenheid zijn belangrijk voor Winterswijk en voor de Achterhoek. We hopen dat we je gemakkelijk kunnen benaderen. Maar wens je aan de andere kant, oh, ik zie je al nee klikken, ook toe dat je een statenlid zult zijn voor heel Gelderland. We wachten namelijk ook van een statenlid van de Veluwe dat hij of zij zich inzet voor de Achterhoek. Ik wil je vanaf deze plaats namens de hele gemeenteraad bedanken voor het jaar waarin je deel hebt uitgemaakt van de gemeenteraad van Winterswijk. Ik wens je heel veel succes toe en vooral ook plezier als lid van Provinciale Staten. Want naast al dat harde werken vind ik dat het allerbelangrijkste. En dat wens ik alle collega's, ook in deze raad toe. Geniet waar je mee bezig bent. Dankjewel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou me helemaal in, Marcel, weet je. Aanwezigen, iedereen goedenavond. Ja, Marcel, een jaar is snel voorbij, bliksems. Jij schoof al ruim voor de verkiezingen aan bij ons. En hebt ons in onze campagne sterk ondersteund. Vol enthousiasme. En je bent ook altijd duidelijk geweest van, ik ben ook actief voor BBB. En ook die knipoog naar BBB hebben wij wel natuurlijk. Wij zijn geen BBB, maar wat standpunten komen we overeen. En wat dat betreft konden we elkaar goed vinden. We zijn toen ook al duidelijk geweest dat we zeggen, dubbelfuncties doen we niet. Dus mocht er bij BBB wat in het vat zitten voor Marcel, dan is het een keuze maken. Want het is gewoon lastig qua tijd, qua alles, qua verschillende petto. Maar jij was wel enthousiast raadslid. Zelfs 's nachts kregen we hele visies over Winterswijk toegeappt. Via de app, meerdere A4'tjes. Dus wat dat betreft, Marcel, aan enthousiasme ontbreekt het jou niet. En ik hoop dat je dat enthousiasme ook in de provincie voort gaat zetten. En net zoals wat de heer Wengervoort al zegt, ook richting Winterswijk, maar goed, ook naar al die andere mooie plaatsen in onze provincie. Dat je daarvoor in gaat zetten. Ik hoop qua tijd dat het gaat redden, want naast je bedrijf, druk. Misschien die nachtelijke visies wat achterwege laten, dat je lekker slaapt s'nachts om de rust te vinden voor de volgende dag. Maar ik wil je namens Voor Winterswijk en misschien namens nog meer Winterswijkers bedanken voor jouw inzet van onze club. Want je hebt toch mee helpen duwen dat we hier nu staan als club. Dus wat ook, Marcel, hartstikke bedankt. En veel wijsheid en geluk in de provincie. En dan zien we je nog weer. Dankjewel. Kijk even rond, anderen nog het woord. Dat is in ieder geval, dan danken we. Daar komen nog bloemen. Ja.
Tammers. Daarvoor zou ik graag een commissie onderzoek-roosbrieven instellen. En ik stel voor om daarin te benoemen de heer Lammers, mevrouw Prins en de heer Deuk. Kunt u daar allemaal mee instemmen? Dat is het geval. Dan schors ik de vergadering heel kort, zodat de commissie de roosbrieven kan onderzoeken. Ik hoop dat u allemaal op uw plek kan blijven zitten. Dan kunnen we daarna de vergadering weer vervolgen. De commissie gaat haar werk doen. Ik schors voor enkele ogenblikken. Dan heropen ik deze vergadering en geef ik het woord aan mevrouw Prinsen. Dank u wel, voorzitter. De commissie geloofsbrieven. Uit de raad van de gemeente Winswijk heeft de geloofsbrief en de verdere bij de kieswet gevorderde stukken ontvangen. Die zijn ingezonden door de heer R. Roy Stammers. Op 20 april 2023 is bovengenoemd persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad. De commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoeming aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Van harte gefeliciteerd. Dan mag u ook gelijk op uw plek gaan zitten.